Eind februari is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door woonzorgorganisatie De Zorgboog en de missiezusters van het Kostbaar Bloed in Aalrechtsel. Hierdoor kunnen de zusters verantwoord thuis in een vertrouwde omgeving blijven wonen. In het klooster van de zusters in het Aalersbroek wonen 25 missiezusters. Volgens de overste, zuster Marie Benedicte, ervaren de zusters naarmate ze ouder worden steeds meer behoefte aan professionele zorg. Ze acht het van groot belang dat ze zo lang mogelijk in een vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.